ik had gewoon een algemene vraag, wat begint het? Ja, ik vroeg me af, ja, of het zo is dat je eigenlijk als je dus zo'n nadenkt over de Nederlandse universiteiten, hoe denk je aan andere inrichting van de Nederlandse universiteiten? Het zit nu al een eigen PTO's en eigen NOTC's, maar ik had eigenlijk een verschillende vraag die lijkt, of vind je dat wat niet als? Nou ja, lees dus de regels door van het rapport en dan staat dat er feitelijk. Ik denk dat een aantal dingen kunnen wij veel beter samen doen dan dat we dat in versnippering gaan doen. Uiteindelijk samen sta je sterk. Het Nederlandse zegt het al. Daar kan absoluut een verbetering in komen. Ik denk dat dat wel vereist dat die universiteiten en de UMC's dat ook voelen. Maar het talent wat wij in Nederland hebben, de mogelijkheden, het potentieel, is fenomenaal. Als we dat goed uitnutten, dan kunnen we als Nederland, hoe klein we ook zijn, vooraan lopen in de wereld. Maar dat betekent dat samen. Nou ja, dat is natuurlijk een algemene vraag. Ik zie nog niemand staan en ik zie daar niemand. Ik ben Peter Bertens, ik werk bij de Vereniging Innovatieve Geneeskunde. Peter Bertens, ik werk bij de Vereniging Innovatieve Geneeskunde. En mijn vraag is eigenlijk: zie geneeskunde ontwikkeling ook een beetje als een verschil voor als monster? Misschien is dat opgeput met allemaal aan de handen en armen. En we willen al die armen eigenlijk een stukje korter maken, zodat het efficiënter gaat. Maar waar moeten we beginnen? De vraag zou ik hebben, ook als het rapport zien, veel van aanbevelingen. Dus het gaat eerst met de efficiëntie tegenwoordig. Wat is voor jullie het meest essentiële waarvan je zegt: God, begin daar vandaag nog mee? En daarna misschien aan de onderzoekers dus ook zelfs een rapport. Nou, ja, natuurlijk wil ik dat graag doen. Nou ja, ik denk inderdaad dat het stroomlijnen van het proces, ook al zeg je nog steeds veel armen, maar dat er echt een strakkere lijntje moet komen. En dat er ergens toch een aanjager moet komen. Dat niet iedereen zijn eigen dingetje na elkaar doet, maar dat je, wat ik net zei, ten tijde van het fundamentele onderzoek misschien al begint te kijken naar wat zijn dan echt de goede uitkomstmaten. Want dat kost ook 4 jaar voordat je die hebt. Dat we een coherent plan hebben, en dat geldt niet alleen voor Duchenne, dat geldt voor alle ziektebeelden, denk ik. Dat je niet op een gegeven moment gaat zoeken naar een partner en denkt, oh ja, nu moet het weer verder. Maar dat je al aan het begin partners zoekt die met hele andere dingen bezig zijn, die uiteindelijk, hè, dat die andere poten ook al aangejaagd worden op het moment dat jij met jouw poten begint. En dat is niet altijd simpel, want je weet natuurlijk niet altijd of jouw fundamentele onderzoek uiteindelijk zal leiden tot een product. Maar dat neemt niet echt dat je het moet doen om vertraging te voorkomen. Ja, ik zou in aanvulling daarbij zou ik dan heel praktisch denken. Nee. Geef eerst dat onderwijs aan al die partners die daarbij betrokken zijn. Want als je inderdaad, laten we zeggen, een celbioloog bent en je hebt geen weet van geneesmiddelen ontwikkeling, maar je draagt er wel aan bij. Ik zou echt concreet beginnen met, ga al die mensen gewoon bij de universiteiten opleiden in het hele proces van geneesmiddelen ontwikkeling. Dat hoeft echt niet heel veel inspanning te zijn. Maar ja, goed, ik geef het wel weer uit. Ja. Daar zijn overigens wel hele goede voorbeelden van. Hè. Bijvoorbeeld Leiden, Annemieke Aartsma-Rus is echt fundamenteel onderzoek. Maar die, daar is begonnen translationeel. Maar die doet ongelooflijk veel om al die mensen bij elkaar te brengen. En ook studenten, patiënten op te leiden, wetenschappers te spreken. Dus er zijn echt wel voorbeelden. Maar misschien zouden we daar nog meer de spotlight op moeten. Hoe dat kan en hoe dat gedaan kan worden. En mag ik nog iets daar toevoegen? Dus aan de ene kant heb je dan, en je moet er besef van hebben, maar je moet ook het besef hebben, en dat haakt dan weer in op die visie, van als jij als onderzoeker het besef hebt van uiteindelijk komt het bij die patiënt, hè, als je zo aan je bench staat, dan komt er iets heel anders uit. En dan hoef je niet heel praktisch te denken van, want ik ben heel erg van de, je moet overal zaadjes kunnen planten, hè, je moet niet meteen één grote lijn rechtdoor hoeven of kunnen, maar dat lijkt me heel belangrijk. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je met het hele systeem wat met elkaar praten, één heel helder ambitieniveau hebt. Er is daar een vraag die staat, waarom heeft Duitsland in één dag een patiënt toegang tot een nieuw medicijn? Het belangrijkste wat erachter staat is, wat kunnen wij daarvan leren? Want we zijn Duitsland niet. Je hoort ook natuurlijk vaak zeggen van, we zijn het Boston aan de Noordzee, maar we zijn niet Boston. Dus we zijn onszelf. Wat zijn onze USP's?
En als je met elkaar het heel snel bij de patiënt wil krijgen, zul je het systeem daarop moeten analyseren. Met elkaar. En dan ook met elkaar door zeggen, ik ben onderdeel van het probleem, maar ook onderdeel van de oplossing. En dat doen we dus veel te weinig. Je moet dat ambitieniveau met elkaar in de eerste plaats maar eens delen. En dan zeggen, als we dat willen, gaan we dat ook doen. Een soort van niet lullen maar poetsen ding. Ik denk dat het eigenlijk wel een beetje aanlopen. Ik denk dat het eigenlijk wel een beetje